ook keihard iets doen op mijn podcast. Gewoon zo een merk vinden dat ik leuk vind. En dan promoten is dat mijn volgers dan ook interessant zou kunnen vinden. Welk merk zou jij echt willen promoten? Red Bull. Red Bull, nee. Ik wist dat je dat ging zeggen. Zijn deur, maar dat is Red Bull. Dan weet je al echt genoeg. Dus vanaf het moment dat mensen je kot binnenstappen, is dat zo... Ja, een Oase van Red Bull. Ja, sowieso. Dat is echt heavy. Ik heb wel erge figuren gezien, maar... Het is heftig bij mij. Dit is wel echt heftig. Ben je klaar? Ik ben klaar. Was jij klaar? Ik ben volledig klaar. What up mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Scholtens en vandaag zit ik hier met Armin. Yes. Alles in orde? Alles in orde, zeker. Yes. En was, gast. Zeg eens Armin, van waar zouden ze je kunnen kennen? Mensen zouden mij kunnen kennen van Way Back, The Voice Kids. Ja? Echt? Ja, wist je dat niet? Ik heb niet... Heeft je met The Voice Kids meegedaan? Ja, Voice Kids. Nooit meegekregen, nee? Ik was 13 toen ik mij inschreef. Uh-huh. En 14 toen ik op tv was gekomen. En dat was eigenlijk het eerste dat ik echt deed. Zo. En daarna heb ik bij VTM Kids een paar dingen gedaan. Ik ben in een Dr. Bea show verschenen. Ik heb buurtpolitie zelfs gedaan. Echt? Ja, echt heel serieus. Buurtpolitie? Dus, ja, buurtpolitie 6 of 7 keer. Mm-hmm. Als, nee, 5 of 6 keer als gastrol. En ja, nu voor het allergrootste denk ik daar gaat komen, voor de Catnet-serie. Ja. En kun je al iets zeggen over die Catnet-serie waarin je gaat? Ik mag niet heel veel zeggen, nee, nee. Anders gaat Catnet mij wel... dat sowieso. Maar ik kan wel zeggen dat het echt een hele grave serie gaat worden. Okay. Dat zich in Brussel afspeelt. En, mm-hmm. Zo'n beetje een moderne Robin Hood verhaal. Zo 4 vrienden die de criminaliteit in een Brussel stadje willen bestrijden. Okay. En ik ben dus een van die 4 vrienden en het gaat keinhuis worden. Echt. Ik hoop dat iedereen... Gaat jij dat kijken? Uiteraard, ik kijk elke dag naar Gitnet. Nee. Nee, sorry man. Maar wel online toch, online kun je alles zien. Ja, ik wil eens kijken hoor. Sowieso. Ik heb ook, een vloglab heb ik ook gekeken. Daar speel ik nu wel in mee. Daar hebben we elkaar leren kennen. Ja man. Vloglab. Echt, letterlijk, eerste keer dat we elkaar zagen, moest jij mij buiten gooien op een feestje. Ja, dat was echt... Ik had je ook zo, meestal zo voor opnames beginnen. Mm-hmm. Like, dat weet ik nu al, zo van een beetje ervaring op zetten hebben. Dan zeg je zo, van tevoren is een goede dag of zo. Maar mm-hmm. We hadden zoveel tijdsnood. Ik had niks tegen u gezegd. En plus, je moest van buiten komen. Klopt. Dus dat was echt zo, ik zag u en ik moest al direct zo met die schouder pakken en zo. Ja, en dat was echt... En dat was eindelijk... De opnames waren eindelijk afgerond. Ja. En dan zeg ik, hey, ik ben Ender trouwens. Ik ben aangenaam. En dat was zo van, en van waar? En dat was gewoon van, hoe ben jij hier geraakt? Weet ik veel waar. We begonnen zo gewoon kennis te maken. En zei ik van, ja, ik maak ook een podcast iedere week. En jij gewoon van, fucking vet. Ik wil eens op een podcast zijn. Dat was toen mijn droom. Ik dacht van, ik kijk keiveel naar zo Alex Agnew's een podcast. Mm. Nessim Naadjes een podcast. En zo Amerikaanse podcast en zo. En zo ook zo radioprogramma's die zo'n heel uur dan aan een artiest besteden. Ah, ja. En toen dacht ik van, damn, hoe graaf is dat? Eerst en vooral wou ik dat zelf hosten. Maar ja, ik heb nog nooit zelf online content gebruikt, dus ik dacht, deze gaat op niks trekken. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik van, allebei young guys, allebei smooth boys, net gaan we wel een podcast beginnen, of niet? Yes. Nee, dat was echt... Merci dat ik hier mag zijn, trouwens. Ja, natuurlijk. Nee, uiteraard. Ik maak meestal podcasts met mijn vrienden, maar ik wil ze ook af en toe eens gewoon mensen die ik interessant vind, of nog niet geweldig goed ken, maar gewoon eens beter zou willen leren kennen. Ik heb ook, ik zei tegen jou, Vele de Jager, een paar mensen van Twitter uitgenodigd, gewoon omdat die mij interessant leken. Dus ja. Heb je ooit eigenlijk, dat is wel een vraag die ik eerst aan u moet stellen. Zo, je bent een podcast aan het beginnen. Mm-hmm. Kan het zijn dat uw voeding gewoon na een half uur op is? Gesprekstof? Ja. Ik denk dat kan, maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Oh, ik hoop echt dat je dat met mij ook niet gaat meemaken. Stel je voor, we zijn 25 minuten, we kijken elkaar aan. En dan gaan we opeens zeggen, maar het is aan het regenen. Oh, het is stil hier. Het is effectief aan het regenen. Nee, man. Maar nee, het ding is, ik zeg het, ik zou nooit iemand vragen op de podcast waarvan ik denk van, daar kan ik niet meer dan 10 minuten mee praten. Jij hebt ook, jij komt hier binnen en wij zijn direct in gesprek begonnen. Dat is waar, ja. Het enige verschil is dat we nu aan het opnemen zijn en niet meer gewoon aan het praten. Dat is waar. Zijn we aan het opnemen of Ja, net. Ik dacht 3 keer dat het al aan het opnemen was, voordat het opnemen was. Dus, yes? Ja, voor mij maakt het echt niet meer uit. Ja, nee. Vroeger was ik nog wel wat camera shy of zo. Mm-hmm. Ook tijdens The Voice, want uiteindelijk, het is... Dit is iets wat mensen zeggen van, is The Voice Kids niet een beetje fake of zo? Voor mij persoonlijk was dat niet fake. Het ding is wel, als je iets echt fout zegt, waarschijnlijk had jij dat ook met Dagmar hebben of zo.
als je echt een verspreking hebt, ja, dan doe je die verspreking opnieuw. Ja. Dus dan is dat wel een beetje awkward, want dan ben je wel niet meer jezelf en dan ben je precies aan het acteren. Ja. Als jij een intro moet opnemen en jij zegt zo, yo iedereen, what the fuck, oké, opnieuw. Dat gebeurt yo, zo iedereen. Vaak, by the way. Is dat echt, serieus? Ja, man. Gebeurt dat bij u? Voor tag mag ik niet, maar voor mijn eigen video's wil ik het zo perfect echt op de letter hebben, dat ik echt 10 keer hetzelfde opneem. Terwijl, de rest is ook oké. Het is niet dat ik echt een paar keer super slechte zinnen zeg, of dat ik geen Nederlands meer kan. Maar het is gewoon, ik wil zo elke letter juist hebben. Voor tijdmerk is allemaal wat losser en dan lukt dat meestal wel, maar het is gewoon... Waarom is dat voor jezelf niet losser? Omdat ik... Dat weet ik niet. Ik denk gewoon dat ik zo perfectionistisch ben. En ook gewoon, als er zo mensen rondom mij staan, dan denk ik ook van, ja, ik ga nu niet de gast uithangen die elke letter juist wil hebben. En uiteindelijk boeit dat ook niet, hè. Ik denk dat je kijkers eigenlijk echt, dat hun niks kan schelen. Nee, weinig. Weinig maar toch? Het kan mij schelen. Dus dat is ook wel zo. Dat ik, ja, ik zeg het. Het is niet alleen uw kijkers. Het is ook uzelf. Ja, je moet uzelf ook op een manier weten pleasen of zo. Ja, exact. Maar ook gewoon, ik zeg het, ik kijk af en toe mijn eigen video's nog wel eens terug van een reis of zo. En als ik dan een stukje zou zien dat ik me verspreek en dan denk van, dan zou ik echt denken van shit. Had je dat nu gewoon opnieuw opgenomen, dan was ik nu niet zo belachelijk. Dat is echt... Staat je nou voor je editprogramma? Nee. Ender, waarom? Ja. Nee, maar... Scheld je jezelf soms uit? Goh. Het zou echt zo kwaad worden. Nee, dat nu niet. Dat nu niet, maar ik denk gewoon... Dat zou ik eerder hebben als ik het gevoel heb dat iemand op mij moet wachten of zo. Of iemand anders last heeft van mij. Dan zou ik denken van, maat, doe nu eens gewoon... Praat nu eens gewoon Nederlands. Maar als ik voor mezelf... Ik weet, oké, dit duurt langer, maar uiteindelijk heb ik de juiste zin... Dus boeit het niet. Snap je? Oké, dus inderdaad gewoon... Zolang het aan mezelf ligt, dan word ik niet boos. Omdat ik weet van, oké, als ik gewoon nog eens probeer, dan zal het uiteindelijk wel goed komen. Ja. Snap je? Ik heb zo... waarom dat je dat zegt, van scheld je soms op jezelf. Iemand van mijn collega's, Lotte Stevens, die een vriendin van mij dus speelt in de serie, die... dat is zo, iedereen van de crew, als die dit kijken, dan gaat die dat sowieso kennen. Dat is een running joke geworden. Haar naam is Lotte. die gaat me echt killen als die dit zo. Maar zo, als ik bijvoorbeeld haar verspreek, of die doet een take zo voor de derde keer, misschien zo fout. Ja. We hebben niet zoveel tijd, dus moet keisnel opgenomen worden. Dus, oh, Stevens! En dan vloekt hij zo, oh, Lotte! En nu zegt iedereen dat. Als ik zo'n fout maak, oh, Lotte! En iedereen lacht daar zo weer strijken en zo. Die zegt echt zo haar eigen naam. Het is haar eigen naam, dan wordt hij zo kwaad. En, oh, waarom doe je dat nu niet goed? Ik vind het echt hilarisch, dat mensen echt zo... Spreek jij met jezelf? Want ik spreek echt met mezelf. Maar niet als andere mensen erbij zijn. Klopt je? Ik heb zowel soms, en dan denk ik ook van... Hopelijk heeft niemand dat gehoord, maar dat ik zo in mijn hoofd een gesprek aan het hebben ben... En dat er ineens zo'n woord luidop uitkomt en dat ik denk van, oh shit. Als er iemand aan het zien, dat heb ik wel. Maar zo niet dat ik echt tegen mezelf luidop praat. Wat is dat woord dan? Zo echt iets... Ja, nee. Super raar, like. Dat zou maar, echt awesome zijn. Je weet niet veel, dat kan echt iets random zijn. Condoms! Ja, eventueel. Sfeer. Dat ik zo'n scenario in mijn hoofd aan het inbeelden ben, dat ik gewoon aan het dromen ben ofzo. Ja. En ineens komt er zo'n woordlaad op, dat heb ik niet vaak hoor. Het is niet dat ik echt rondloop en dan af en toe is pannenkoek, condoom, of dat is niet, hè. Ja, dan zouden uw vrienden dat ook wel gewoon zijn. Ja, en er is gewoon een rare. Ja, zie je, het is geen aandoening ofzo, maar af en toe, heel af en toe, ik heb nog nooit gehad dat iemand mij zo aankijkt van, huh, wat? Maar het is wel gewoon af en toe, echt als ik alleen aan het wandelen ben of zo en aan het dromen. Maar jij bent echt dan zo van, come on, I mean, nu gewoon even doorzetten. Nee, ja, ook. Als het echt maar dat zo... kan, hè. Er zijn veel mensen die dat doen, hè. Als ik zo... Kijk, als acteur... Het is niet enkel tv, want ik heb op het Lemmens Instituut gezeten en ik heb theatervoorstellingen gedaan. En dat is gewoon zo'n blokje tekst dat je van buiten moet kennen. En ja, dat is echt iets eenzaam. Dus je zit echt op je kamer gewoon die tekst van buiten te leren. Als het een dialoog is, dan kun je nog eens afspreken met die kerel. Of dan kun je even iemand als tegenspeler gebruiken. Van, kun je even de tekst doen. Als jij alleen een tekst van buiten moet kennen, dan kan niemand je helpen, want jij moet die dingen in je hoofd krijgen. Dus dan zit je in je kamer en dan doet je dat, en doet je dat. En dan heb je iets van, waarom lukt deze zin niet? En dan loopt het kei vlot en dan terug niet. En dan zeg je echt tegen jezelf van, oké, als ik nu in de eerste 3 zinnen zeg, dan ga ik even een pauze en dat is dan mijn geheugensteuntje. Oké. En dan later besef ik van, wat een autist ben ik eigenlijk? Waarom doe ik dat? Nee, maar als het helpt. Als het helpt, uiteindelijk wel. Maar als bij studeren ook zo, oh, Armin, come on, hey. Nog een uurtje. Come on, gast. Nee, dat is wel goed. Als het, allee, dat is motivatie gewoon. Ja, niemand gaat dat doen, voor mij staat geen examens, dat waren harde tijden. Ja, man.
Nee, sowieso. Nu nog, ik heb examens zo gezegd nu. Om mijn podcast te doen. Ja, niet okay. Je hebt nu herexamens, toch? Ik heb nu herexamens, ja. Dus je gaat open en bloot te praten over hoeveel dat het er zijn? En... Ik durf dat. Maar goh, ik moet mezelf niet bewijzen. Ik moet mij niet bewijzen, dus ik ga dat niet doen. Maar je hebt er wel. Ja, ik heb er. Nee, ik heb er 5 momenteel. Dus best wel stil. Dat nog, ik dacht dat je 8 ging zeggen. Ah nee, dat was vorig jaar. Fucking hell. Ja, maar nee, maar ik dacht... 8 examens. Heb je er iets van goed gemaakt? Als in... Hoe bedoel je? Heb je er gehaald? Van de herexamens. Van de herexamens. Ja, ik ben er door, dus ik mocht uiteindelijk verder studeren. Mm-hmm. Geen probleem. Maar ik denk ook wel, nu, ik kan het ook wel gewoon halen nu. Ik ben toch gewoon te veel met andere dingen bezig die ik leuker vind. Zoals dit. Ik snap het wel, uiteindelijk. Goh, ja. Dit is ook gewoon leuker. Dit is leuker, en chillen en content maken en dat. Zo. Like. Ja, ik maak echt gewoon heel graag content. Gewoon op één welk platform maak ik graag content. Dat is echt nice. Behalve wat ik nu net tegen u op gezegd heb. Allee, uiteindelijk is dat ook ergens nice, maar zo. Gesponsorde content vind ik nog moeilijk. Mm. Want ik zei het net ook tegen u, ik vind het moeilijk om zoiets te duwen in het gezicht van de mensen die eigenlijk mij in zekere zin vertrouwen. Nee. En ik uiteindelijk ga ik dat ook moeten doen om ook leukere content weer te kunnen maken. Hè. Als ik zo'n dingen niet doe, dan kan ik bijvoorbeeld een reis niet betalen of zo. Maar ik vind dat gewoon, ja. Ja, dat is echt iets apart. Ik zeg, dat is gewoon iets wat ik moet leren ook, om dat eventueel ook leuk te maken. Mm-hmm. Misschien in videovorm of zo te gieten ook. Maar ja, ik zeg het, ik vond dat heel moeilijk om zo'n eerste gesponsorde post te maken. Ook al was het een product waar ik achter stond. Hè. Ik zou nooit een product promoten waar ik niet achter sta. Maar ik moet gewoon een manier vinden om het op een creatieve, leuke manier nog te brengen. Ja. Snap je? Maar dat vind je wel. Ik denk ook zeker... Per extra sponsored post of per extra iets dat er is, dan gaat je dat rustig vinden. En... Mm-hmm. Mooi, dat was je eerste ding, of hè? Dat was mijn eerste sponsoring, ja. En dat was je eerste money ook, tijd. Ka-ching. Maar ik denk ook, weet je, ik denk uw value, uw kracht als contentmaker of creator of zo, is uw vlotheid. Een vlotheid? Echt gewoon dat je vlot bent. Dat klinkt misschien heel raar of zo, maar wat ik echt bedoel is. Zo, het is niet iets anders dan spontaniteit. Want spontaniteit is zo, oké, spontaan. Mm-hmm. Maar hoe vlot dat jij bent, is bijvoorbeeld als ik u nu zou vragen van wat vind je van Zweedse honden? Is super raar. Dan zou je echt kunnen zeggen, ja, sorry maat, ik weet eigenlijk niet veel. Maar je zou direct erop kunnen antwoorden. Ja, ja. Ik vind zo'n mensen super leuk om een gesprek mee te hebben. Like, dat zijn de leukste mensen, dus dat is awesome. Dat is zeker. Ik ben zelf ook zo. Ik hoor rare vragen soms van mensen. En ik ga met veel verschillende soorten mensen om. En af en toe zijn het echt zo... Gisteren was ik bij vrienden in Leuven. Mm-hmm. En Tevin, een maat van mij, die zegt zo... So Armand, are you satisfied with your life? Ja? Yeah? Okay. Echt, zo out of the blue. Yeah? En ik heb echt, zonder na te denken, zei ik gewoon van... Yeah, pretty much. Yeah? En toen zei hij, like, what's your purpose? And what's your goal? En toen zei ik van, dude, ik ben nu gewoon op dit moment gelukkig dat ik voor Ketnet kan werken, dat ik... een beetje geld kan maken, dat ik mijn ouders gelukkig kan maken, dat ik gewoon eindelijk eens kan doen wat ik echt leuk vind. Want vroeger stonden mensen totaal niet achter mij en mijn beslissingen. Die zeiden van, ja, je gaat het nooit kunnen. Echt? Ja, ja. Altijd. Like, all the time. Ik was vroeger gepest en zo. En Doordat jij creatieve dingen... Nee, I used to be fat and ugly. Serieus? Ja, ik was, okay, wel, ik was wel heel dik, hè. Ah, oké. Okay. Toch wel echt zo bijna tegen de 100 kilo en zo. Mm. En ook 10 centimeter, 15 centimeter kleiner dan... Waar ik nu ben. Dank je. Dus ik was wel een bolletje. Een bolletje. Ja, echt wel een bolletje. Een Iraans bolletje. En heb jij het gevoel dat in zekere zin ook een motivatie is nu? Want ik heb het gevoel dat je vaak van succesverhalen hoort en dat mensen zeggen van ja, ik ben gepest geweest of ik heb dit meegemaakt, een familielid verloren of zo. En dat heeft mij een zekere motivatie gegeven om gewoon te blijven pushen, blijven dingen doen. Ja. Heb jij het gevoel dat hij je gemotiveerd heeft, of eerder? Oei, het kan van hier. Ik, in de eerste plaats, weet ik nog, toen ik bijna alles deed wat ik heb gedaan, wou ik altijd mijn middelvinger opsteken en zeggen, in your face. Yeah. You see what I did? I told you. Yeah. Like, ik ben nog heel goed een leerkracht, waarvan ik de naam niet ga noemen. Mm-hmm. Mijn broer en ik zijn totaal verschillende personen. Like, iedereen in mijn omgeving en mijn broers omgeving weet dat. Mijn broer is bijna dierenarts. Like, ik zit in de media.
Ik ben 2 keer blijven zitten. Hij was straight A student. Hij deed wetenschappen, wiskunde. Ik deed woordkunst, drama. En ook zo'n andere soort vrienden, andere soort milieu. Ik was gewoon om op podium te staan en hij had gewoon wat angst en zo. Hij stond niet graag in de picture, terwijl ik wou altijd de clown zijn. En, dus volledig verschillend, maar toch zei een leerkracht zo tegen mij van... En hij turnaamde ze dan, ik ga haar gewoon nadoen. Die zegt zo... Armin, dat is eigenlijk al de derde keer dat ik een nota moet schrijven bij jou. En je zit zo slecht en altijd bij de directrice en altijd strafstudie en zo om problemen vragen. Wat vindt jouw broer er eigenlijk van? En mijn hart was gewoon gebroken. Gewoon, die heeft mij gecrushed. En ik ben gewoon wenend uit de klaslokaal gelopen. Bleek ook dat ik de handtekeningen had vervalst van mijn maat. En nog een extra strafstudie kreeg. Okay. Dus echt zo tegen april, mei wist ik dat ik tot einde van het jaar strafstudies ging hebben. En toen dacht ik, damn. Ik probeer hier te rappen. Ik probeer hier te acteren. Iedereen zegt dat ik dat niet kan. Iedereen zegt dit en dat tegen mij. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga jullie allemaal ongelijk bewijzen. Ik ga ervoor zorgen dat dat echt gaat lukken. En toen was ik bij de derde voorronde van The Voice Kids. Ik mocht nog geen auditie doen, maar ik dacht van, dat komt hier wel goed. En toen deed ik dat en toen hadden 2 coaches gedrukt en dacht ik, damn. Netjes, nu begint netjes, het al. Ja. Nu begint het al. En toen, ja, en dan ups en downs, hè. Ik weet niet of jij dat al hebt meegemaakt. Zo echt zo, dat je keigoed gaat opeens met je kanaal en dat je denkt van, oh, nu is er een dipje. Ja, en... tuurlijk, maar dat zal iedereen wel hebben. Dat zal iedereen wel hebben, dus bij mij was dat ook. En op, dan, ja, denk dat ik... toch wel aan de 120 castings zit of zo. Stevig, man. Echt met filmpjes en met gaan. En ja, dat ik echt wel veel heb gepusht en veel e-mails gestuurd van... Hey, mijn naam is Armin Mola, dit is mijn cv. Ja. Deze dingen heb ik gedaan, dit is mijn ervaring. En gewoon, ja, Armin, we zijn gewoon niet op zoek naar je profiel. En toen blamede ik hun ook. Toen zei ik van, ja, sowieso racisten. Echt? Heb je dat ooit gedacht? Ik heb ooit al echt gedacht van, dude, ja oké, ik doe auditie voor een rol Dieter Peters, maar ik kan Dieter spelen. Jongen, ik ben een betere Dieter dan welke Dieter op de wereld. maar ja, dat is niet logisch natuurlijk. Maar... Ja, nee. Goh, tuurlijk, hij is wel. Maar het ding is, dat heb je nu niet meer. Ja, nee. Nu doe ik echt dingen omdat ik het zelf nice vind. Mm-hmm. En dan heb ik zoiets van, wat mensen ook denken, ik weet waarom ik het doe. Mm-hmm. En als dat je constant elke dag blijft herinnerd worden van, ah, dit is waarom ik het doe. Mm-hmm. En je blijft er plezier uit halen, dat is echt je passie. Dan heb je niemand meer nodig om te bewijzen. Klopt, volledig akkoord. En ook gewoon, nee, ik vind het nice dat je zegt van, dat je nu mensen niet meer blamed omdat je een rol niet krijgt of weet ik veel wat. Want dat is uiteindelijk makkelijk, hè. Het is heel makkelijk om te zeggen van, oh, ik heb dit niet, omdat jij dit hebt gedaan. Oh, dat is easy. Super easy. En excuses zijn super makkelijk. En ik doe dat ook, hè. Ik ga niet doen alsof ik, wow, keigraaf ben en nooit excuses maak. Maar, ik weet niet, ik respecteer dat wel als iemand gewoon denkt van, fuck, dit is niet gelukt. Hoe kan ik zorgen dat het de volgende keer wel lukt? Maar ja, weet je... Ja. Als je excuses hebben, is menselijk. Ik vind zelfs dat als je echt geen excuses hebt... En dat je jezelf niks voor de lul houdt, om het zo maar te zeggen. Dat je dan gewoon een beetje een rare mens bent. Want iedereen doet dat toch? Tuurlijk. Al is het met jezelf. Ja. Al is het van... er zijn mensen... Kent je die ene meme? En dat is zo'n meme en dat is zo... Oké, het is 9.6 o'clock right now. Het is 9:06. Ja. Oké, dan moet ik wachten tot 9:10 voor ik dat ga doen. Klopt. Maar dan is het 9:11. Exact, en dan is het zo van, oké, dan wacht ik tot 9:30. Ja. Dan is het 9:35 en dan, zo stelt je die dingen uit. Dat is exact wat ik doe met studeren. Alles wat ik van content niet, hè, maar studeren inderdaad, heb ik altijd excuses. Yeah. Ah, fuck man. En nu is het wel echt goed weer. Of ah, nu mag ik... naar dit event, nu kan ik wel echt niet studeren. Ah, dat doe ik sowieso. Maar voor andere dingen, ik zeg het, door content maken ben ik nog wel gepassioneerd. Ik heb nog nooit gedacht van, ah, fuck, ik ga pas beginnen editen om 9:15. Of nee? Als het, nog nooit. Als ik weet van, morgen moet er een video af, dan begin ik gewoon te editen. Als ik weet van, oké, binnenkort heb ik 3 weken examens. Ik heb de afgelopen 3 dagen 3 podcasts opgenomen. Dus dat is gewoon omdat ik weet, als ik dat nu doe... Dan kan ik gewoon weg en ik heb er nog nooit mee iets anders gehad. But then again, ja, ik zie dat elke keer. Dat is wel echt gekke... Nee, maar dat is misschien een soort van roeping of zo, toch? Ja, oké, maar als jij puur als persona, zonder andere dingen, maar jij gewoon als individu en je zegt van, ja, studeren is dat. Maar logisch ook, al studeren is gewoon ook minder leuk dan fucking content maken. Dus dat is wel logisch. Maar toch, als je iets hebt van, hey, hier heb ik nog nooit iets uitgesteld, hier heb ik nog nooit... Ja. Dit en dit gedaan, dan weet je misschien dat dat echt iets voor u is. Then again, maar voor mij is dit zoals dat voor iemand anders
gaan shotten is of zo. Hè. Ja, dus ja. Ja, je kunt niet zeggen van oké, en vanaf nu ga ik constant voetballen en niet meer studeren, ja, want voetbal vind ik leuker. Nee. Dus nee, sowieso niet. Ik vind het wel realistisch blijven. Ja, hoe moeilijk dat ook is in ons wereldje, om het zo maar te zeggen. In het mediawereldje. In het mediawereldje. Ja, ik heb niet eens echt het gevoel dat ik in dat mediawereldje zit. Ik ook niet. Maar toch zitten we er wel. Ik heb dat echt totaal nog altijd niet. Ja. En nu onze draaidagen zijn zo... Ik draai nu elke week, dus ik mag ook geen andere studie erbij doen. Ja, ik mag dat wel, maar je kunt gewoon niet naar de lessen gaan. En ja, je zit gewoon constant met camera's en filmploeg en de kerel die zonder stok boven je houdt. En ja, en iemand die heel de tijd actie zegt. En Armin, oké, kun jij je kostuumwissel doen? We zitten een beetje achter op schema, dus doe een beetje snel. Ja. Like, je kunt zelf bijna niet naar het toilet gaan af en toe. Maar hoe dat wij draaien is echt... Maar het is super leuk. En dat snel tempo, dat maakt het juist zo vinniger. En zo van, oké, nu ben ik sharp. I'm sharp as hell. Je kunt geen 3-4 pintjes de avond ervoor drinken. Nee. Althans, ik kan dat niet doen. Ja. Ik doe het überhaupt al niet meer zoveel. Of bijvoorbeeld heel zo uitslapen of zo. Ik ben vergeten hoe dat moet. Dat is echt zo uitslapen. Ja. Als ik tot 9 uur slaap, dan heb ik zoiets van damn, ik heb echt 2 uur verspild van mijn dag of zo. Hmm. Echt waar. Dus nu ik het zeg, klinkt het nog raarder eigenlijk. Nee, maar ik heb dat ook wel eens. Maar gewoon, ik kan moeilijk uitslapen, omdat ik... Ja, nu zeker tijdens de examens moet je gewoon om 9 uur in de bib zijn. Of je hebt geen plek in de bib. dat is echt waar. Vergeet dat soms. Ja, maar gisteravond zat ik bijvoorbeeld... was een goede vriend van mij, Sven, was met een vriend naar hier gekomen om ook een podcast op te nemen. We hebben hier tot 2 uur of zo zitten lachen en zitten... Ja, ineens kwam het idee om een music video op te nemen. Eerst de muziek op te nemen. Dan daar een video bij te filmen. Ook om niks, wel grappig, ik heb me geamuseerd, maar ja, dan is het nog 5 uur slaap dat je hebt ondertussen. Dus ik vind dat oké, hè. Ik ben nu ook weer... Ben je naar de bib geweest vandaag? Zeker weten. Om 9 uur in de bib. Yes, ik moest ook nog een video editen, dus dat heb ik dan gedaan, daarna gestudeerd. Maar je bent naar de bib geweest, dus met je laptop om een video te editen? Ja, ook studeren hoor, maar ook studeren. Ik moest eerst mijn video af hebben en dan pas kon ik... Allee. Dat klinkt zo kut. Dan pas kon ik studeren, maar dan gaf ik mij de toestemming om te studeren. Als jij zo bent, jij moet geen studieplanner of zo worden. Hè? Zo. Als jij eerst je hobby's doet en daarna studeert, dan kun jij studeren. Zo. Dat lukt u. Nee, als jij wilt tennissen, doe eerst je tennis. Chill daarna, drink een smoothie. En daarna, als jij zelf de toestemming geeft, studeer. Maar dat moet zo super moeilijk zijn, gast. Want voor mij? Je moet naar de bib gaan, herexamens. En... Je wilt al niet in de zomer studeren. Nee. In de zomer zijn er veel leukere dingen om te doen. Klopt. En toch, iedereen doet het wel. Dus ik denk wel dat de motivatie, omdat je juist naar de bib gaat, en je ziet mensen rondom je studeren, dat je ook wel een beetje... Sowieso, want ik zat dan achter mijn video en ik dacht, mensen naast me zitten gewoon te studeren. En dan dacht ik, fuck, oké, ik moet dit nu gewoon af hebben. Dan kan ik ook gewoon beginnen studeren. Dus dat is voor mij ook een motivatie. Als ik hier op kot zou zitten editen, dan ben ik gewoon de hele dag bezig en nog eens een story zetten en weet ik veel wat. Zou je hier op kot kunnen studeren? No fucking way. Ik heb geprobeerd, lukt mij niet. Lukt mij niet. Dus daarom heb ik ook gewoon duidelijk voor mij het onderscheid gemaakt. Oké, hier maak ik content, slaap ik, eet ik. En dan voor de rest niks. Nee. De rest, als ik studeer, is het gewoon in de bib. En daar werk ik dan ook gewoon beter. Want ik heb bijvoorbeeld, ook weer dommer, maar ik had op een dag, was ik in de ochtend naar de bib gegaan. En had ik zo wel wat gestudeerd. Mm-hmm. Dan was ik gaan middag eten. En toen had ik het idee, heb ik mij een goede vriend van mij verrast mee. Cinematicket, omdat die Spider-Man nog steeds niet had gezien. Dus zei ik, oké, we gaan straks om 6 uur hebben wij een voorstelling van Spider-Man. Maar ondertussen was het 4 uur. Mm-hmm. Dus ik had maar 2 uur om te studeren. En ik heb in die 2 uur heb ik een volledig hoofdstuk echt grondig geleerd. En ken ik dat nu ook gewoon. Als ik voor mezelf moet ik echt gewoon deadlines zetten. Maar dude, dat is awesome, toch? Ja, tuurlijk. Dat is eigenlijk wat we daarnet zeiden van spreken tegen jezelf. Eigenlijk heb je toen gezegd, Ender, bro... Nu, we gaan nu niet moeilijk doen, we gaan 2 uur gewoon deze hoofdstukje knallen en daarna kun jij rustig naar de film. Ja, man. Maar je hebt dat gewoon niet luid opgezegd, omdat je in een bib zit. Nee, klopt. Maar dat is ook exact die dingen. Bijvoorbeeld morgen vertrek ik naar Pukkelpop voor een paar uur, maar ik moet daar om 2 uur pas zijn. Dus ik ga gewoon zien dat ik tot 12 uur studeer en dan vertrek ik naar Pukkelpop. Dat is gewoon, als ik voor mezelf, dan weet ik heb maar 3 uur vandaag. En dan ja, s'avonds weer terug, maar... Is dat niet veel te weinig, gast? Op een dag studeren. 3 uur? 3 uur, tuurlijk, maar ik ga erna terug, hè.
Dus het is niet dat ik 3 uur op hele dag ga studeren. Ik ga gewoon... Hoe bedoel je voor een paar uur naar Pukkelpop? Dus je doet dat een paar uur naar Pukkelpop. Dat is weinig, tuurlijk. Maar het is donderdag en er zijn eigenlijk geen artiesten die ik echt interessant vind. Als ik vrijdag was geweest, maat, dan wou ik zijn er? Post Malone ten eerste, Muramasa, Black Wave, dan heb je nog, ik weet niet, Tame Impala, ik weet niet of die echt komt. En een paar kleinere artiesten, niet op de mainstage dan. En ik was echt verkocht. Ik zag die line-up en dan hoorde ik dat ik donderdag moest. Ik zei, oef, pijnlijk. Maar ja, inderdaad, gewoon een reportage daar filmen. Ja, klopt. Awesome. En daarna, ja... Dude, dat is eigenlijk zijn die ook een beetje met je gat in de boter gevallen, toch? Fucking echt. Ik ben zo dankbaar voor alles wat ik... is echt awesome. Like, ik vind dat echt een dope platform. Klopt. En ik volg dat echt al best lang. En per keer dat ik dat zie, dus van... Dude, ik heb ooit... weet je wat ik onlangs heb gezien? En dat ik zo... Ik typte gewoon uw naam in op YouTube, want ja, ik wil wel weten naar welke podcast ik kom. Ja. En toen zei ik zo die bra challenge. Ah ja. En dat had 740.000 views. Ik dacht, hoe? Ik klik daar zo op. En dat was gewoon een contest van bras open, van BH's open. Klopt. Ik dacht, bestaan zo'n dingen in België? Like, gewoon zo'n dingen. En Techmac is zo origineel dat die dat oppikken. Maar dan heb ik ook nog eens gezien dat Jamie Lee zo op Oktoberfest, ik weet niet wat het dat was, dat die zo dat mensen moppen moeten vertellen. Mm-hmm. En dat zij die dan een pint geeft als hij moet lachen. Ja. Dude, hoe origineel is dat ding? Ja, dat klinkt onzin, hè? Maar ik vind dat super nice om naar te kijken. En jongeren blijkbaar ook. Ja. En hij heeft best goede content en best goede views. Dus... Ja, klopt. Techmac is jij mocht echt trots zijn op u. Techmac, als jullie ooit een job hebben voor mij, jullie weten mij te vinden, echt waar. Ja, die berichten krijg ik nog wel regelmatig van hoe kom ik binnen bij Techmac. Maar dat is echt niet... Er is geen formule of zo. Het is gewoon als jij inderdaad... contact met mij, een van de bazen of zo, en die zegt van, ah, wow, jij bent chill, of ik zie je een video doen. Zij zullen wel naar u komen, snap je? Het is niet, je kunt niet berichten sturen. Je kunt geen auditie doen voor TagMesh. Ja. Nee, je kunt niet zeggen van, hey, ik zou heel graag bij TagMesh komen. Je kunt je wel inschrijven voor TagMansion, dat is zo'n serie van TagMesh. Je kan je inschrijven voor TagMansion, link in. Dat denk ik niet. Maar in ieder geval, ja, als je iets voor TechMac zou willen doen, is dat je beste kans. Want om echt insider te worden of promo persoon, dan moet je echt al... Dan vinden ze je wel. Mm-hmm. Dat klinkt zo alsof een of ander secret clubje is of zo, maar er zijn gewoon best wel mensen die bij TechMac zouden willen. En als er echt op elke aanvraag moet gereageerd worden, dat is gewoon moeilijk voor hen om bij te houden. Maar ik denk dat er heel veel mensen bij TechMac willen worden. Denk het ook wel. Maar ik kan daar gewoon ook niet bij helpen. Nee. Ik zou niet kunnen zeggen van, ah ja, en dan moet je deze 3 stappen volgen en dan ben je er. Je hebt ook zo geen connections van, stel je voor dat de baas Bart heet. Zo, hey Bart, ik ken een guy, ik ken hij supergoed en je moet hem echt connecten. Dus jij kunt dat ook niet flikken, snap je? Want je zit er net bij of een jaar? Ja, ik ben nu, bij Pukkelpop ben ik er eigenlijk exact een jaar. Echt? Ja, want dan heb ik mijn eerste opdracht mogen doen en nu morgen terug. Dus wel vet. Vorig jaar was echt wel een pak onverantwoordelijker nog. Dan was het echt gewoon, ik kwam echt mijn examen buiten. Ik ben gewoon in de auto gestapt met een paar gasten. Kom, we gaan nu naar Pukkelpop. Ik dacht ook gewoon toen van, fuck it, dit is de enige keer dat ik iets voor tijd mag doen. Dus ik ga er gewoon van genieten. Gewoon een hele avond daar gebleven, gechilled. 2 dagen later had ik terug examen, dus nu is echt wel gewoon... Je moeder moest vast trots zijn op jou. Ja, man. Nu is echt nagedacht over, ik ga een paar uur en dan ben ik terug weg. Pukkelpop is zo verschrikkelijk om voor mensen met herexamens. Dat is elk jaar opnieuw. Ja, zelfs toen ik ben naar Pukkelpop, dat was mijn allereerste festival en dat was toen de M&M kwam. What the fuck, heb je gezien? Ik heb M&M live gezien, man, op de 6e rij. We stonden daar 6 uur op voorhand. Uh-huh. Mijn pa en ik, shout-out naar mijn pa trouwens voor dat te doen. Echt epic, want eigenlijk wou ik 2 jaar geleden naar M&M gaan, maar toen was de storm. Snap jij? Yeah, en mijn broer was daar toen en opeens, mijn moeder belt mij, ik was met mijn pa spa toevallig. En ik zeg zo, ja ma, helemaal aan het trillen, bijna aan het wenen van, de storm, Armin, kijk naar het nieuws, Ik kan Arman niet bereiken. Mijn broer heet Arman, ik heet Armin, trouwens. Dat is makkelijk. Ik kan Arman niet bereiken, wat moet ik doen? Ik zeg zo, mam, wacht, ik kijk zelf naar het nieuws. Echt letterlijk, ik druk op het knopje van de remote gewoon, ik zie het journaal. Pukkelpop heeft nu al 3 doden en 124 slachtoffers. Ik dacht, wat?
nee, en dat bleef maar optellen, bleef optellen. Dus wij bellen mijn broer tot hij oppakt, maar ja, iedereen belt dan naar familie. Mm-hmm. Dus de storingen en bereik en zo was volledig nul. Ik zit al op Pukkelpop in de weide, dus ja, dat was echt moeilijk. Dus we konden via via hem bereiken en dan zo naar een bepaalde security bellen die kon zeggen dat, of dat mijn broer op de lijst stond van gewonden. En hij stond er niet op. Mm-hmm. Dus mijn pa en ik zijn gewoon naar Kiewit gereden. Met een paar tekens en wat water en wat alcohol en zo. Gewoon om mij even te plezieren. En we zijn daar aangekomen. Uiteindelijk wel contact mee gehad. Osmaar gebeld van, hey, er is niks aan de hand. Hij is volledig chill. En mijn broer is daar gewoon gebleven. Maar ik had toen wel Eminem gemist. Want alle andere artiesten waren gecanceld. Eminem kwam 2 jaar later terug. Mm. Ik zei, pa, nu moeten we gaan. Ja, tuurlijk. En nu moeten we... Ik had toen Kendrick Lamar, Mac Miller. Dat was allemaal op dezelfde dag, allemaal op de mainstage. Oh, fuck, man. Jason Status, Rudimental. Die waren allemaal die dag. Dat was echt de meest epic dag ooit. Ik ben echt nog maar sinds vorig jaar, sinds ik daar ben uitgenodigd geweest, heb ik beseft wat voor een graaf festival dat eigenlijk is. Pukkelpop is echt een crazy festival. Dat zijn ook echt wel meer mijn artiesten dan Tomorrowland of zo bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. Maar Pukkelpop is gewoon veel meer allrounder. Klopt. En, ik ga trouwens even iets proberen. Ik ga even dit licht hier proberen uit te doen. Is dit leuker of minder leuk? Ik vind het nog wel gezellig. Dit is nicer, hè? Maar zo'n andere vibe totaal. Ja. Oh, jong. Ik heb hier missed calls. Oké, dat is voor straks. Ik bel nu terug. Nu, live on the podcast. Ja, stel je voor. Nee, het is Sven. Ik denk dat ik al weet wat hij wilt vragen. Hij wilt weten waar ons liedje blijft. nee, ik heb een nieuwe gsm gekocht, hè. De S10 Plus. Ja. Dikke investering, maar het is wel waard. 800? Te veel, in ieder geval. Maar ik weet niet, man. Ik merk dat je er niet graag over praat, Ender. Over geld praten. Ik bedoel, dat is zo... Want dan klinkt het alsof ik schijt te veel geld heb. Maar dat is gewoon... Ik heb er wel een jaar voor gewerkt, natuurlijk. Bro, zo van die dingen. Ik snap dat. Dus gewoon investering uiteindelijk ook gewoon om weer leukere content te maken. Hè. Want mijn stories... Ik stoorde mij gewoon aan het feit... Want ik heb dat tegen u ook gezegd, hè. Ik wil gewoon... content maken waar ik naar kan kijken en kan denken van fuck ja, dit is leuk. Want daarom dat ik ook soms moeite heb met van die gesponsorde dingen, omdat ik niet daar naar kijk en van dit was een leuk moment. Mm-hmm. Dat is van dit was gesponsord. Maar dat is ook met mijn stories, als ik die dan terug bekijk soms, of ja, als ik iets zo, je kent zo van die herinneringen die terugkomen, dan kijk ik en is zo van fuck deze kwaliteit, man. Ja, of als ik een Twitter video post en ik zie herbekijk die nog eens. Dat is gewoon, de kwaliteit stoorde mij zo, dat ik echt liever zo'n investering doe dan moet blijven kijken op slechte kwaliteit. Dat is wat we daarnet ook zeiden, van dat is echt iets voor jezelf, toch? Oh. Ja, klopt. Want misschien boeit dat een kijker niet, maar u boeit dat wel. Ja, klopt. En als jij erop moet de hele tijd zien, en stel je het de hele tijd op je newsfeed en je ziet, waarom heb ik dat toen gedaan? Ja. En je voelt telkens zo die, waarom? Waarom? Ja. Het kon ook anders. Mm-hmm. Like, exact. Zoals als jij... Heb je eigenlijk ooit echt gewerkt? Als een studentenjob gehad? Ja, ik heb... 2 zomers lang in de horeca gewerkt, echt wel, ook zo dagen van 12 uur of meer soms. Nice. En dan, afwasser ben ik ook heel lang geweest. Dus echt gewoon om je vakanties uiteindelijk te kunnen betalen, of doorheen het jaar, zo, is iets... Jij moest dat ook van je ouders? Ik wou dat voor mezelf. Ja? Tuurlijk, als mijn ouders zijn echt zo geweldig en die zouden me echt gewoon nog helpen zoveel als ze willen, als ze kunnen. Maar ik dacht van... Ik weet niet, dit is toch ook gewoon een deel van volwassen worden. Mm-hmm. Een studentenjob doen, afzien. Ik heb nooit een studentenjob moeten hebben, snap je? Ja. Maar het is gewoon, dat is deel van je leven. Ik wou niet zo die fase skippen. Goh, boy. In ieder geval, respect voor iedereen die in de horeca werkt. Sowieso, het is hard, maar uiteindelijk is dat ook gewoon... Als studentenjob is dat nog wel nice als je met een tof team zit. Sowieso. Dus, als je gratis drinken in de horeca? Ja. Dat is een van de nice dingen. Klopt. Ik heb ooit in een restaurant gewerkt, in Turnhout, waar ik ook echt gewoon restaurantfood kreeg. Ja? Bro, dat was awesome. Ik ook. Echt lekkere dingen. Like, damn. Ja. En je keek er gewoon naar uit, want dat waren chille mensen. Je kon gewoon rustig drinken, af en toe gewoon een babbeltje slaan met die baas. Die baas was zo imponerend, zo heel strikt en streng, maar echt, je kon daar zo chille gesprekken mee hebben. Ja. En dan heb je gewoon een team en je support elkaar. En horeca heeft ook dat, snap jij? Dus klopt. Wel blij dat je dat hebt gedaan. Volledig akkoord. Bij ons is het ook zo, aan het eind van de dag had iedereen misschien eens geroepen of van die steak is aangebrand, hoe ken deze nu en bla bla bla. Maar dan, aan het eind van de dag ga je gewoon samen op een terras zitten, eet je samen, super chill. Dus natuurlijk, alles heeft zijn voor- en nadelen. Alles goed,
Ik heb in de cinema ook gewerkt. In de cinema? Ja, in UGC. Echt? En hoe is dat dan? Eigenlijk, ik vond dat super nice. Ja? Ja, achter de toonbank of heb je staan? Alles gedaan. Zo ticketjes verkopen echt aan de officiële kassa. Mm-hmm. Maar nu, bijna alle Kinepolis en UGC's, je hebt zo van die bankcontactautomaten. Ja. En bijna zelden mensen echt aan de kassa. Want iedereen doet dat gewoon met bankcontact of online bestellen. Mm-hmm. Maar ik heb aan heel lange ticketjes gescheurd. Zaal 7, alsjeblieft. Ah, FC de Kampioenen, alsjeblieft. Zaal 7, veel plezier met Fast and Furious, alsjeblieft. Ja. En ik maak er echt iets leuk van. Maar dat ben ik gewoon, ik ben echt een Mongol eigenlijk. Ik zo... Dat is toch gewoon leuk om er iets... Ja, tuurlijk, dus als je echt gewoon letterlijk zaal, puntje, puntje moet zeggen de hele tijd. Je moet dat niet zeggen. Je kunt echt scheuren en geven. Dat boeit echt... Je baas zegt niet, hey, ga niet zaal 7 gezegd. Dat boeit er echt niet, hè. Er zijn mensen die echt gewoon scheuren en gewoon geven en de volgende al direct pakken. Mm-hmm. Maar ik zei zo, ah, goedenavond. Ah, ja, die waren eergisteren ook. Tuurlijk, het is plezant, hè. Hier in de... zo, ik maak dat, ik weet niet... En toen, wat, dat was echt de tijd dat Dr. Bea Show net op tv was. Ja. En mijn baas flipte daar wel een beetje op, dat ik zo op de foto moest gaan met kinderen daarvoor. Ja. Dus ik scheurde zo ticketjes en dat was zo'n heel gezin met zo 4 kinderen. En dan zo ook de Bomma en Bompa die dan meeging en hun andere kleinkinderen van andere families. Dat waren zo met 8, 9 kinderen. En zo, zijt jij die ene van Dr. Bea Show? Dus zo, wacht, ik ben aan het werken. Kom maar op de foto. Ah, echt, echt zo, ik maakte daar tijd voor. Die baas zag dat zo, ik maakte zo oogcontact met hem. Hij zegt zo, ik deed zo. maar ik vond het gewoon nice. Dat was... Ja, zo lach je, man. De cinema was echt awesome. En op plus, toen ik zo zalen moest kuisen, zo op het einde van de film, in het begin van de film, kon ik zo een stukje van die film meekijken. Mm-hmm. Dus ik heb Paddington bijna echt helemaal gezien. Ik heb heel de FC de Kampioenen film op dat moment gezien, de buurtpolitiefilm ook. Ja. Gewoon omdat het begin, einde en af en toe zet je er in het midden ook eens bij. En dan kijk je gewoon die films. Dus ik hou van films ook, man. Ik ook. Ik ga echt super vaak naar de film. Ik ook. Ik ben ook echt ziek. En ik ga er ook... Ik heb bijvoorbeeld Spider-Man, was ik dat met die vriend gaan zien. Ik had hem al een maand geleden gezien, maar ik ben gewoon nog eens gegaan. Ik heb echt al zoveel films gewoon 2 keer gezien, omdat ik gewoon graag in de cinema ben. Ja, cinema is awesome. Ik ben ook echt al wel vaak in slaap gevallen in de cinema, en dat zijn de duurste dutjes van mijn leven, maar dat zijn de beste dutjes van mijn leven. Heb je ooit naar theater kijken? Niet ongelooflijk vaak, maar toch wel. Mijn ouders vinden, mijn mama vooral vindt theater heel belangrijk. Awesome. Theater is awesome, maar theater is eigenlijk nog duurder, en als je daar in slaap valt, is dat zoals disrespect. En ik als acteur weet hoe rot het is om dat iemand in slaap valt. Maar toch, ik ben een paar keer in slaap gevallen en dat is zo fijn. Ja, je weet dat er echt action is going on. Er zijn mensen, maar toch, je bent vredig aan het slapen. Ja. Je bent super moe en je bent zo... Zou ik me laten gaan? Shit, ik ga ze iets snurken. Kan me niks meer schelen. Rustig. Je wordt zo wakker gemaakt door je leerkracht. Die... Dat heb ik ook wel gehad. Ik ben eens... Gewoon met een groep vrienden gaan slapen. En ik val regelmatig in slaap, maar ik denk altijd dat niemand heeft dat door. Blijkbaar heeft iedereen dat altijd door. Maar de eerste keer dat iemand dat tegen mij zei, dan zei ik tegen iemand anders, what the fuck, iemand heeft dat gemerkt dat ik in slaap was gevallen. En zo van, ik vorige keer ook ze. En dan ineens, blijkbaar heeft iedereen dat door. Dus, als je ooit met mij naar de film gaat... Ik ken dat ik in slaap val. Bro, als jij met mij ergens naartoe gaat en ik val in slaap, dan hoort je mijn snurken gewoon. Oeh. Ik wist niet dat ik vroeger snurkte, tot ik echt zo met andere mensen was, en bij parties en zo, bij sleepovers, dat mensen zeiden, hey, je snurkt wel uit, man. Zo heel voorzichtig. Ik blijkbaar alleen als ik op mijn rug lig. Wat? Gekke? Op je rug? Is dat niet de bedoeling dat je dan niet snurkt ofzo? Ik snurk als ik op mijn rug lig. Ik slaap zelden op mijn rug, dus... Ik zou eigenlijk niet eens weten of ik dat doe ooit, maar... Ja, nee, ik slaap jij ooit op je rug, buiten als je... Je zei net als je snurkt, maar ja... Ja. In regular life, je kunt toch niet op je rug slapen? Moeilijk. Ik heb dat geprobeerd, omdat volgens mij is dat wel beter voor je rug. Dat als je altijd op je buik ligt met een kussen hier, is je rug zo wat hol. Ik denk dat niet geweldig is voor je rug. Dus dat kan wel. Ja. Maar ik slaap ook liever op mijn buik, hoor, maar... Trouwens, wordt dit eigenlijk via Spotify ook opgenomen? Ja, Spotify. Ah, super. Spotify, iTunes, SoundCloud, YouTube. Ja, want ik was zo... Want af en toe doen we zo rare bewegingen en zo. Ah, dus mensen op Spotify kunnen dat dus niet zien. Op Spotify kun je heel weinig beelden zien, maar... Ja. Nee, man. Asshole. Nee, klopt. Maar inderdaad. Ja, daar ben ik ook soms aan denken dat ik zo iets aan het uitbeelden ben. Ja, en dan... Oké, YouTube zal dat snappen. Jij snapt, hè. Nou, op Spotify hoort je gewoon even van mijn handen die bewegen.
Exact, ja, zo wat knippen, dat, zoals ik dat net heb gedaan. Dus rest in peace zo... headphone users, als je zo opeens hierin begint te schreeuwen en zo. Nee, maar in een van mijn vorige podcasts heeft iemand dat gedaan, gewoon voor te lachen. Zo ineens, ik zei van, kun je iets dichter bij de microfoon? En die gewoon keiluid dicht naar de microfoon en wah. En ik weet niet of, ik heb dat niet aangepast eigenlijk. Dus sorry als iemand podcast klachten heeft, dat dood is gegaan. Mijn excuses. Van de grafsteen door Ender Scholten. Stel je voor. Een rot podcast. Wat is er met je R trouwens? Welke R heb jij? Is je Antwerpse R? Ik heb Antwerpse R. Van achter in mijn keel. Dus een huis R. Ja. Hoe ze dat een Dixie volksmond noemen. 4 jaar Dixie gehad, broer. Ah, shit, man. Ja. Ik heb woord en drama gedaan, by the way, in middelbaar. Ja? Echt 6 jaar of zo. Waar? De kunstmaniore. In Schoten. Nee. Ik heb dat naast mijn middelbare school. Ah, zo. Dus gewoon op academie. Als hobby. Sfeer? Ja. Klopt, man. Ja. Dus jij hebt wel al geacteerd? Dus, nee. Dus VTM Kids was niet je eerste keer, dus. Nee, maar ik heb theater gedaan. Ja, dat is toch awesome? Natuurlijk, maar dat is fucking vet. Ja, maar dat is gewoon awesome. Anders dan op tv of zo. Sowieso. En ik was niet voorbereid om zo voor een camera... Weet je wat het verschil is? Zeg het eens. Wat mensen in theater altijd doen, omdat je staat op een podium, dus op de scène, je moet zoveel mensen aanspreken en ze zeggen echt nog in heel veel theaterlessen, de mensen op de achterste rij moeten nu ook kunnen horen. Ja. Dus eigenlijk, je begint al luider te spreken en al je gestures, kun je op 1445 hebt gezien? Ja. Als zij spelen ze echt zo en zo heel groot en zo. Wat ook heel logisch is, want mensen... Over heel echt... Moet zien. Ja, die moeten allemaal kunnen zien. In tv moet je eigenlijk zoals wij twee nu spreken. Subtiel. Subtiel, heel minimalistisch, want de camera gaat het wel opvangen, ze. Ja. Dus je moet niet opeens... Ik kan een verhaal aan nu vertellen en ik kan zo beginnen doen. Ja. Dat hoeft gewoon niet. Dus. Ja. En heel veel mensen in theater kunnen die switch dan niet maken. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel mensen van tv die naar theater willen en dat ook niet kunnen. Mm. Dus... Wat doe jij liever? TV of theater? Moeilijke vraag. Moeilijk, ja. Ik, laat ons zo zeggen, mijn hart gaat meer smelten van theater. Dat is mooi. Ja, ik word, als ik theater doe, heb ik veel meer het gevoel dat ik zoiets echt volledig uniek doe ofzo. Terwijl er heel veel mensen in theater zijn. Mm-hmm. Maar ik vind theater gewoon zo'n schoon gegeven, dat je echt verhalen kunt vertellen aan een publiek en die er live bij zijn. Mm-hmm. En ook het gegeven dat je dat maar één keer kunt doen. Ja. Dat je er keihard aan werkt. Echt nachtenlang gerepeteerd. Met een crew. En dan ga je dat met één keer spelen. En dan krijg je een applaus. En af en toe is dan daverend applaus. En af en toe is dan staande ovatie. En dat gevoel, die energie is awesome. Mm-hmm. En een film is gewoon... Film is gewoon zoveel makkelijker, om het zo maar te zeggen. Je kunt alles opnieuw doen als je denkt van dit is geen goede take. Alright. Dus wel. Film heeft andere dingen. Film heeft gewoon het gegeven dat theater niet wordt gefilmd, vind ik eigenlijk erg. Ja. Want ik heb zoiets van, dude, uiteindelijk heb je echt 6 maanden van je tijd eraan gespendeerd. Ja. En waar zijn de beeldmaterialen? Ja, skere foto's die ooit eens bij een repetitie zijn genomen. En dan is dat zo, dan blijft dat in je hart. Ja. Maar dan is het zoiets van, ik wil eigenlijk ook dat dat ergens beeldend is. Mm-hmm. En in theater filmen blijft een beetje cringe, gast. Ja. Wat gaat je doen? Er zijn mensen naast je. In een cinema ga je toch niet zo beginnen filmen. Nee. Het is ook rete donker. En illegaal. Overal wordt dat gezegd piraterij verboden. Toch zijn er zo mensen die zo Snapchats maken en zo hunzelf. Zo popcorn eten. Dat is altijd gek. Of ze van die... als je naar een Marvel-movie wordt uitgenodigd voor een première, dan worden altijd je gsm's zo ingepakt in van die zakjes en zo, dat je dat niet mocht openen voor het einde van de film. Maar mensen snappen blijkbaar nog steeds niet dat aan het eind van een Marvel-film komen er post-credit scenes. Ja, ja. Dus iets wat dat na de end-credits komt er nog altijd een scène. Maar dan geven ze ondertussen alle zakjes al terug. Dus iedereen, of ja, de toestemming om de zakjes open te doen. Dus iedereen die wilt kan gewoon die end-credits scene al op zijn story zetten. Dat is gek. What the hell? Is dat echt? Dat is echt, dat is elke keer al geweest. Ik heb ook gemerkt dat er zo... Weet je waar ik kwaad van word? Zeg eens. Dat mensen... bij de aftiteling al naar buiten gaan. Ah. Zeker als je weet dat er nog een scène kan komen. Ja, maar dus, ik word er niet kwaad van. Ik denk gewoon van, dom. Ja, dom toch? Dus, nee, ik word er ook niet kwaad van. Like, oké, doe je ding. Maar ik heb zoiets van, bro. Yeah. Je hebt like, 10 euro betaald. Bij Marvel is dat altijd inderdaad. Ik ben er nu pas achter gekomen. Mm-hmm. Heb jij Aladdin gezien trouwens? Yes, man. Vond ik heel goed. Awesome. Ik vond hem keigoed. Want Disney remakes, het zijn altijd allemaal goede films. Moeilijk om te toppen of zo. Ja. Yeah. Will Smith heeft echt die film wel gemaakt. Zat. Ik ben zo vaak echt
wou ik zo klappen en Kinderbogens Leuven dacht ik, wow, Will Smith, hoe goed dat hij is. Ja, ik vond Prince Ali, vond ik zijn stukje dat hem zo begint te freestylen. Oef, ik kreeg kippenvel. Ik kreeg kippenvel in het filmen. Ik ga even heel asociaal doen, iets op mijn gsm checken, want ik moet elke week een shout-out geven van iemand die mijn tweet retweet. Ah, awesome. Ja, dus daarvoor gebruik ik Twitter graag. Deze week ga ik u gewoon laten kiezen tussen deze namen. Mag ik randomly kiezen? Jij moet random kiezen. Ine Vanjaert. Zien of dat hij mij volgt. Yes. Ine Vanjaert. Vanjaert, ja. Ine Vanjaert, heel erg bedankt om te luisteren. Fucking vet. Als je echt geluisterd hebt, stuur mij een berichtje, want ik ben ervan overtuigd dat er mensen retweeten zonder te luisteren. Nee, wat dat jij net vroeg, heb jij ooit al geen gesprekstof meer gehad? Het antwoord is wederom nee, want we zijn weer een uur aan het praten. En heb jij ooit het gevoel gehad dat wij... Zijn we een uur aan het praten, gast? Gek, hè. Laatste vraag die ik u nog wou stellen. Acteren of muziek? Dat is een heel moeilijke, hè. Want jij rapt ook. Ik rap. Our Mind. Ja. Yes. Rappen was gewoon voor acteren. Mm-hmm. Dat, zoals ik zei, met de skits, maar eigenlijk begon het daarvoor al. Want zoals ik al zei, toen ik echt gepest werd en zo... Mm-hmm. Ik kwam elke dag zo... En toen werd ik niet enkel op school gepest, maar ook in mijn wijk. Dus echt zo... Bijna overal waar ik kwam, vonden mensen het niet leuk dat ik daar was. En ik vond het ook niet leuk, dus ik dacht van, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben nutteloos gewoon. Ik voelde mij echt slecht. Niet veel vrienden, dik, lelijk, vond ik van mezelf. Werd constant tegen mij gezegd, dus ik ging naar huis. Ik kwam af en toe met een bloedneus of blauw oog naar huis. En als Mari keek naar mij en zegt, wat is er nu weer gebeurd? En ik zeg, ja, ik ben weer in elkaar geslagen en zo. Oh, we moeten naar hem toe en we moeten naar de politie. En ik zeg, nee, laat het gewoon. Ik ging naar mijn kamer en mijn broer... was gewoon de reddende engel. Mm-hmm. Dus Armin, kom eens naar mijn kamer. Gast, ik zie dat het echt slecht gaat met u. Wil je daarover praten of zo? Hij was vijf jaar ouder, snap je? Dus hij was ook maar 15, 16. Hoe moet je daarmee omgaan met iemand die het echt slecht heeft in het gezin? En zegt zo... In die weken dat we zo af en toe eens gesprekken hadden, zegt hij zo... Hey, kom, je moet dit eens luisteren. En hij zette Eminem, When I'm Gone, op. Oef, ja. En ik luisterde dat liedje... En omdat ik toen op dat moment een raar en niet echt goed contact had met mijn pa, door allemaal omstandigheden, vond ik dat heel, heel herkenbaar. Dacht ik van, damn, dat is mooi. En toen heb ik dat liedje gewoon zo vaak geluisterd dat ik dat van buiten kende. Mm-hmm. En toen ben ik heel Eminem zijn lijst afgegaan. Yeah. Maar echt albums van Encore, dat Eminem show. Echt zo vanaf... En toen documentaires over hem gekeken. En toen echt alles van hem bestudeerd. Yeah. Alles van buiten geleerd. Is goed, hè? Mm-hmm. Is dat je favoriete rapper? Eminem is echt niet alleen een favoriete rapper, oh shit. Is oké. Okay. Eminem is niet alleen mijn favoriete rapper, maar ook gewoon mijn rolmodel, idool en leraar. En fucking de vijfde vader of zo. Ja, als ik vier vaders heb. Maar die kerel is gewoon zo inspirerend. En hij heeft zo'n liedje, No Love. Yeah. En daarover in die clip ook, gaat het letterlijk over een jongen van 12 jaar die gepest wordt, naar huis komt, magazines van rappers checkt. En naar Eminem luistert. Dat was ik, hè. Maar letterlijk ik. Mm-hmm. Dat was gewoon... Dat ging over mij. En ik dacht, dude. En toen begon ik dat te rappen. Toen begon ik opeens... I'm alive again. More alive than I have been in my whole entire life I can. En toen ging het sneller en sneller. En nu ken ik Rap God, die snelle ding van buiten. Shit, man. Snap je? En toen ben ik zo... Hey, nu kan ik gewoon rappen. En toen dacht ik van... Hey, als Eminem het kan, kan ik het ook. Yeah. En toen begon ik zelf raps te schrijven. En toen dacht ik... Ik haal hier zoveel energie uit. Mm-hmm. Dit is gewoon mijn leven. I'm humbled, I'm blessed. Ik keek in de spiegel en dacht, ja man, ga je gewoon rap schrijven. En per keer dat ik me slecht voelde, of miserabel voelde, of wilde huilen, ging ik gewoon oftewel Eminem luisteren, oftewel toen had ik al een paar andere rappers leren kennen en zo Atmosphere en Greaves, en die zijn niet zo bekend, maar dat zijn wel hele goede rappers. En daarna Macklemore met Wings. Like, mm-hmm. I wanna fly, can you take? Yes. Damn man, ik wil dat ook. Ik wil ook flyen, ik wil ook weg van deze rotwereld. En toen, hip-hop heeft mij dus gewoon volledig eigenlijk laten herboren of zo. Ik weet niet of je dat juist uitspreekt. Nee, ik snap wat je wilt. En ik denk daarom dat muziek gewoon zoveel meer impact op mij heeft dan acteren. Alright. Muziek blijft wel echt gewoon mijn hart of zo. Mooi, man. Mooi. En ik hoop, nu OK komt eraan, ja?
Dat is mijn nietje. Daar wil ik het ook nog over hebben, ja. Ja? Gaan we het erover hebben? Allee, is goed. Ja, want ik volg jou en Amir. Ja. En ik zie de teasers voorbij komen van, oké, wanneer is 25 augustus? Wanneer dropt die? 23 augustus. 23 augustus, sorry man. 23 augustus. Dit is een boodschap van algemeen nut. Ik ben hier met L. Ender Scholtens. En oké, komt 23 augustus uit. De clip en op alle platformen komt het liedje ook uit. Iedereen moet het checken. Yes. Het is gewoon awesome. Dat was even mijn promo. En mij zeker. Als jij mocht ook dit stukje zo naar mij doorsturen, zodat ik dit stukje op Instagram kan zetten. Dat is Oké, komt eraan. Okay, nog iets waar ze jou kunnen volgen eventueel? Op Instagram of zo? Op Instagram, @armindofficial. Yes. Op Facebook, Armin Mola. En op YouTube is mijn kanaal Armin Productions. Alright. Super. Sowieso. Mij kun je volgen uit Ender Scholtens. En abonneer op de podcast. Nog iets dat jij wilt, echt kwijt wilt voor we eindigen? Ja. Er is iets dat ik echt kwijt wil en dat is een dikke shout-out naar Ender. Want hij is midden in de herexamens, is hij hier met mij. Hij geeft effectief om zijn content. En ik denk ook, qua views en zo, denk ik echt dat u bijna niet meer boeit of het heel weinig is of heel veel is. Of een mengeling van die twee is, maar het gaat met u om de kunst. En het gaat met u om de passie en echt letterlijk het blijven content brengen, het blijven doen. En dat jij dashmash krijgt, is u gegund. Dat jij VTM op een dash misschien krijgt, is u ook gegund. Thanks, dus ik gun u volledig alles. Ender is echt awesome. Ik vind hem super sympathiek. Shit, en ik hoop gewoon dat jij groter en groter wordt. En dat we samen aan de top kunnen staan. Holy kut. Dat is de beste outro dat ik in mijn leven al heb gehad. Is dat zo? Ik hoop het, man. Ik hoop het. Maar dat was dat de podcast voor deze week. Bedankt voor het luisteren, Ine. En tot volgende maandag.